We hebben de Nightmare Key, we kunnen hier naar binnen. We kunnen naar de eindbaas. Oh, snap! Oké, wat gaat hier gebeuren? Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Doe eens even rustig, Rick. Oké, ik doe rustig. Ik doe alweer rustig. We gaan natuurlijk verder met Link's Awakening voor de Nintendo Switch. We hebben Marin in de vorige video opgehaald en die loopt nou gezellig achter ons aan. En wat we moeten gaan doen is, we moeten naar het woestijntje. Kijk, Marin kan die supersprongen wel maken, jongen. Wij moeten speciale schoenen hebben, wij moeten een veertje halen. Auw, dankjewel meneer. En Marin die kan gewoon rechtstreeks daar naartoe springen. Zonder dat ze überhaupt een upgrade heeft moeten halen. Marin is een natuurtalent, jongens. En wij warpen naar Animal Village. Want de woestijn is hier schuin onder Animal Village. En we moeten even een walrusie uit de weg gaan jagen. Ik denk dat iedereen hier heel blij is om Marin te zien. Want alle konijntjes die vroegen allemaal om Marin. Bijvoorbeeld deze. It's our little Marin. Ja, zie je, hij is super blij. Maar, sorry, ik moet Marin toch echt even meenemen hier naartoe, jongens. Marin moet namelijk even deze gigantische walrus weer wakker maken. Marin zegt, yup, het is deze luie walrus. Zal ik hem even verrassen? Oké, Marin. Doe je ding. Zo, vonden jullie niet dat ik mooi kon zingen? De walrus is wakker. Die begint even te dansen en te bouncen op de beat van Marin. En... Oké. Bye-bye. Goed gedaan, Marin. Ze zegt, hij is inderdaad wakker geworden. En het blije konijntje komt er ook aan. En Marin zegt, oh, hij roept me. Zoals altijd. Marin gaat even naar de Animal Village en ze vraagt om ons om mee te gaan. Nou, dan kan ik niet weigeren. Dat kan ik gewoon niet weigeren. Dan moet ik wel even naar lieve Marin luisteren. Oh, kijk die hier staan. Ze is aan het zingen voor alle diertjes. Dit is zo lief. Dit is zo schattig. Oh, check dit beertje. Ah, ze zitten helemaal in de vibe van Marin. Hi Marin. Marin zegt, hey, dat is een mooie ocarina die je hebt. Hou je mijn gezelschap als ik begin te zingen? Oh, we gaan samen muziek maken. Come on, play de ocarina. Dit is super cool. Nou, kijk ze samen. Dit is het schattigste moment uit de hele game, sowieso. Ah, dit was super leuk. Marin vraagt, wat vond je ervan? Blijft het een beetje in je hoofd zitten? Ja, zeker blijft het in mijn hoofd zitten. En we hebben een nieuw liedje geleerd, namelijk The Ballad of the Windfish. Marin vraagt ook of we dit nooit willen vergeten, of dat we haar nooit willen vergeten. Nou. Hoe kan je zo schattig zijn? Hoe kan je zo'n schattige game maken, Nintendo? Anyway, laten we maar gewoon even naar de woestijn gaan. Want we waren hierna op weg naar de woestijn. En we moesten volgens mij hier ergens een sleuteltje gaan halen. So, let's go. Kijk, deze gasten komen ook uit Mario, jongen. Zoveel enemies uit Mario. Dit is echt een hele leuke crossover game met Mario en de andere Nintendo games. Oké, laten we eens even kijken wat hier gaande is. In deze zanddraaikok. Je staat alleen maar in de weg, wordt er gezegd. Hallo? Wie zegt dat? Wie zegt dat? Hallo? Oh, we hebben hier weer zo'n mega rupsachtige duizendpoot. Let's go. Op zijn baks, jongen. Bam! Oh, that was not the bedoeling. Hey, ga weg. Ga weg! Ik sla je op je bakkes, jongen. Jou ook. Kom dan. Kom dan. Hoppa. Oh, doei roepie. We hebben hier wel een kwart hartje. Nou, het is toch een goed ding dat we hier naar beneden zijn gevallen, want we hebben nu een kwart hartje gevonden. Dus zo erg was het niet. Oké, dan gaan we terug naar boven. Sea Bears Foam, Sea Bears... Ik snap niet wat je bedoelt, maar ik vind dit precies een plekje om inderdaad even te gaan schatgraven. Hoppakee, een secret seashell. Oké, let's go. Poging 2. Daar komt hij, daar komt hij. Yeah, nice. Oké, nu gaan we niet naar beneden vallen, jongens. Nu gaan we dit even goed doen. Kom maar. Hoppa, klapje nummer 2. Als ik deze slag kan doen, deze slag is sterker. Laat ik die gaan proberen, kom dan. Oh, nee. Oké, ik liet hem per ongeluk los, die knop. Woeps. Nog een keer. Kom maar. Bam! Op je bakkes, vriend. Oeh, maar dit gaat wel hard. Die hartjes die gaan wel snel nu. Oké. Bam! Lekker linkie. Oké, ik denk nog 1 of 2 keer dat we moeten raken. Kom dan. Bam! Lekker! Later! En ja hoor, daar is die, de sleutel. Pak hem! Yes! Dit is de Angler Key en daarmee moeten we naar de waterval. En de waterval is weer helemaal boven in de map. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. De waterval is hier bij Tall Tall Heights. Daar kom ik helemaal via deze kant volgens mij. Moet ik helemaal zo lopen? Ja, oké, ik weet het. Oh, daar komt Hoothoot weer jongens.
Hoedoet in de building. Yo, Hoedoet. De L zegt, oh, de vorm van de sleutel is een vis. Ja, dat wisten we al. Dat heb je al gezegd. Jij hebt al eerder gezegd dat we naar de waterval moeten, vriend. Maar thanks dat je het nog een keer kon zeggen. Let's go. Oh, wacht, even appeltjes eten, jongens. Nom nom nom. Groene appel. Lekker. Oké, laten we in ieder geval weer even deze portal hier gaan gebruiken. Oké, portal. En dan... ja, deze dump page check moeten we hebben. En dan kunnen we vanaf hier strakjes naar rechts. En dan kunnen we de sleutel gaan gebruiken. Bam. 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 Auw. Bam. Alright. Helemaal naar rechts. Helemaal hier langs. Zo mooi. Bap, 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 bap. Hier trappetje naar beneden. Auw. Auw. Bam, 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 bam. Hoppa. Kijk, dan moeten we hier even die sleutel insteken. Dit is namelijk het sleutelgat voor de angler key. En kijk eens wat er gebeurt, jongens. Een waterval is altijd bijzonder in Zelda. En je ziet het. De tempel die komt daarachter vandaan. Hoppa. Dan moeten we alleen daar weer zien te komen. En daarvoor moeten we denk ik naar de bergen toe. Oké, hier zijn we al een keer geweest. Want toen moesten we die ananas naar die meneer brengen. Die daar of voor pampers lag ergens in de bergen. Toen hebben we hier ook een hartje gepakt. Een kwart hartje. Maar toen konden we op een gegeven moment niet verder. Nu kunnen we wel verder. Want nu kunnen we richting het kasteeltje. Of ja, nee jongen. Het is geen kasteeltje, Rick. Het is een dungeon. Dat is, nou ja. Maak er lekker van wat je er maken van wil. In ieder geval. Kunnen we nu... naar de volgende tempel, die inderdaad hier beneden is. Let's go! Ik ben benieuwd hoe moeilijk deze dungeon wordt. Want in veel games, in veel Zelda games, is de watertempel altijd het moeilijkste. Dus ik ben benieuwd of dat voor deze game ook geldt. Of dat deze toch niet zo heel moeilijk is. Let's go. We kunnen hier in ieder geval naar rechts toe. Babalababam. En er staat hier gelijk een kissie. Auw. Doe ze rustig, man. Laat me even met rust. Laat me jullie gewoon rustig killen. Kissie open. En we hebben gelijk de kompas. Dat is super nice. Dan kunnen we zien waar alle schatten zich bevinden. Gaan we nu even... oh, oké. Ik kan nog niet zwemmen. Ik kan wel springen. Ik kan hier naartoe springen en deze kist openmaken. En dan hebben we gelijk een sleuteltje te pakken. Nice. Oké, dan kunnen we die sleutel gelijk hierin stoppen. Gaan we naar rechts. Springen we hier overheen. Want ja, we kunnen dus, zoals je net zag, nog niet zwemmen. Oh, maar we missen hier een sleutel. En ik denk niet dat ik een sleuteltje erbij krijg. Nee, ik krijg inderdaad geen sleutel erbij. Dus we moeten even terug. Kijken of ik hier naar links kan. Ik denk hier wel naartoe te kunnen. Ik kan deze jump maken. Oh, ik zou die jump moeten kunnen maken. Ah, ja, lekker Link. Goed gedaan. Oké, cool. Zit hier een sleutel in? Helaas niet. Kan ik deze pakken? Vanaf hier? Yes, oké. 10 bommen erbij. Nou, dan gaan we maar even hier naar boven. Kissie. Wat zit er in dit kissie? Oh, daar zit de beak in. De stone beak. Dus dan kunnen we alle uilen om hulp gaan vragen in dit kasteel. Dan gaan we nu even hier naar boven. Deze kant op. En dan gaan we hier naartoe. Yes, sleuteltje. Denk ik. Nee, de map. Oké, de map. Het is niet een heel groot kasteel. Dus dat ziet er wel chill uit op zich. Ik zou die kant op kunnen springen. Ja, laten we dat doen. Oh, oké. Dit is wel een iets groter stukje. Oh, even wachten. Dit lukt niet. Het ziet er wel naar uit alsof ik deze kan opblazen, dit blok. Dat blok ziet eruit alsof dit bijna kapot is. Kijk. Dat bedoel ik. Dan kan ik deze waarschijnlijk in het water duwen. Ja. Yep. En dan hebben we weer een nieuw kistje te pakken. En dat is dan wel een sleuteltje. Nice. Gaan we even een stukje verder naar boven. Oh, ik zou even kunnen kijken of hier überhaupt een geheimpje nog zit in deze kamer. Nee, in deze kamer niet. Maar wel in de kamer hierboven. Oh ja, dan moeten we inderdaad daar ook weer... ah, een bom neerleggen. Hoppa. Nice. En nog een sleutel. Kijk, we gaan hard. We hebben wel tempo erin zitten in deze tempel. Dit gaat prima. Moeten we even terug. Dan hier naartoe. Yes. Dan ga ik nu eventjes weer naar die kamer rechts. Want ik heb nu 2 sleutels. Ik kan niet via hier. Nee. Want ik had daar 2 sleutels nodig om daar door te kunnen. Kunnen we nu die deur hierboven... auw! Die deur hierboven openmaken. En dan hebben we nog 1 sleutel over. Ik kan nog niet daar naartoe, want daar... nee, dat is een te grote sprong. Dat ga ik nog niet redden. Ik kan wel deze sprong maken. Moop, lekker. En dan kan ik deze ook openmaken. Dan kunnen we hier verder. Dit is wel redelijk irritant. Hou eens op. Jij met je irritante zwaardje. Dank u. Ik weet niet of ik hier al naartoe kan. Ik zou daar naartoe kunnen. Maar ik kan ook hier naar beneden. Laten we even kijken wat we gaan doen. Kijk, ik heb hier... oh, ik heb hier geen sleutel. Helaas.
Blijkbaar moet ik ergens naar beneden om die sleutel te pakken te kunnen krijgen. En ik kon natuurlijk hier naar beneden. Weet dat die sleutel daar beneden ligt? Sowieso moet die sleutel hier ergens liggen. Ja, kijk. Hij ligt hier op de bodem. Oh, maar die kan ik nog niet pakken, want ik kan nog niet zwemmen. Auw! Oké, Rick. Even rustig aan nu. Even chillen. Hè? Goed zo. Anders ga je straks nog dood ook in deze tempel. We moeten dus ergens eerst flippers vandaan zien te halen. Pas dan kunnen we gaan zwemmen. En pas dan kunnen we die sleutel daarop gaan pakken. Kijk wat die uil te zeggen heeft. The glint of the tile will be your guide. Oké, ergens moeten we dus overheen. En dan moeten we naar iets glimmends kijken. En daar zouden we dan op kunnen. Hier kan ik sowieso nog niet naartoe. Hier kan ik ook niks bijzonders doen. Zo te zien. Hier ligt wel een kissie. Auw. Laat me nou eens met rust, joh. Oké, kissie. Oh, daar zit een blooper in. Freaking blooper. Zullen we hier naar boven en naar rechts gaan? Oh, wacht. Oké, kan ik hier al iets doen? Oh ja, oké. Dit is een... Hier moeten we deze platformpjes activeren. Ik moet alleen even kijken in welke volgorde. Ik weet niet of dit ons al gaat lukken. Ik ben dus een beetje bang dat ik nu die achterste daar moet hebben. En daar kan ik nu niet op, omdat ik die flippers nog niet heb. Die gaan we ergens krijgen in dit kasteel. Ik weet nog niet waar. Hier vinden we in ieder geval weer een sleutel. En dan kan ik niet verder. Nee, helaas. Dan denk ik dat we nu... Nee, hier kunnen we ook niet naartoe. Waar moeten we nu naartoe? Oh, we moeten een stukje terug, want er zat ergens nog een sleutelgat. En waarschijnlijk hebben we daar nu die sleutel voor gehaald. Kijk, hier hebben we nog een sleutelgat. Deze kunnen we nu openmaken, omdat we dat sleuteltje hebben. Oh, en dan krijgen we een midboss. Ja hoor, let's go. Ik moet hem aan de achterkant raken. Kan ik over... Oeh, nice, ik kan over hem heen springen. Super sick. Kom dan. Je hebt niks op mij, jongen. Kom maar. Oké, wat ga je nu doen? Kan over je heen springen? Prik hem. Lekker. Prik hem. Lekker. Sla hem. Lekker. Nog een keer. Oeh. Nog een keer. Ah. Nog een keer. Nee. Prik hem. Lekker, Linky. Oké. Dit ging redelijk soepel. Ik ben wel een paar keer geraakt. Maar dat maakt niet uit. Hier naar boven. Nu naar rechts, denk ik. Naar links, denk ik. Ja. Ja. Dit ziet eruit alsof dit een speciaal kistje is. Dit ziet eruit alsof ik hier de flippers ga krijgen, jongens. Of we kunnen zwemmen. Ja hoor, we kunnen zwemmen. Nice! Let's go! Let's go swimming! Oh, dit zijn weer van die platformpjes. Kijk, we moeten op deze beginnen. Hier staat een glinsterend dingetje. En nu hier, en nu hier, en nu in het midden. Ah ja, kijk. Easy! Oh, dan kunnen we alleen terug. Ik dacht dus dat deze ons ging helpen, maar niet echt. Hoppakee, piece of power. Nu kunnen we wel zwemmen. Ja, lekker Link. Link kan zwemmen. Dan ga ik nu even hier naartoe, want hiernaast was die kamer met ook van die platformpies. Oké, dit is nummer 1. Dan is dit sowieso nummer 2. Ik weet niet wat nummer 3 is. Ja, dat is nummer 3. Oh, is het dezelfde puzzel als daarnet? Is dit dan nummer 4? Yes. En dit is nummer 5. Nice. Oh, dan krijgen we hier een doorgang naar beneden. Ik denk dat ik daar nog niet naartoe moet. Ik denk dat dat uiteindelijk de kant is waar we naartoe moeten als we de baas gaan bezoeken. Oh. Niet. Oké, dit was wel een verstandige keus blijkbaar. Want we hebben hier de Nightmare Key. Hebben we dan zo'n beetje alles al gehad in deze tempel? Er zitten nog 2 kistjes hier. Laten we hem wel even voor de volledigheid helemaal uitspelen dan. Ik kan nu gewoon lekker hier gaan zwemmen. Auw. En omdat ik hier kan zwemmen, kan ik ook hier naartoe en kan ik deze openmaken. En deze kan ik niet openmaken, want ik heb die sleutel dus nog niet. Maar daarboven was ook nog een kissie. Misschien zit hier een sleuteltje in. Auw joh. Doe eens niet, man. Nee, hier zit weer een roepie in. 50 roepies, wel nice. Ik kan nu dus bijna de pijl en boog gaan halen. Die wil ik ook graag hebben. Pijl en boog kan je gewoon in Mape Village halen. In de winkel voor 980 muntjes. Ik moest hier naar rechts. Want daar lag nog een klein sleuteltje op mij te wachten. Die lag namelijk hier beneden. Let's go. Ik kan nu namelijk zwemmen. Hoppa. En dan kan ik ook dat ene slot nog gaan openen in deze tempel. Deze tempel ging echt heel vlot, jongens. Hou jij nou eens een keer op, vriend. Ik ben jou een beetje zat. Doei. Ja, dan moesten we hiervoor naar beneden. Moesten we hier naar boven. Pak ik even die hartjes. Maken we deze open. Kijk die leuke visjes. Mario visjes. Komen we dan nu al bij de baas uit? Ja, kijk. Kijk eens. Hier, daar zijn we dan hoor. We hebben de Nightmare Key. We kunnen hier naar binnen. Let's freaking go. Oh, we moeten ook echt hier naar beneden.
We kunnen hier nog niet rechtdoor. Oh, snap. Oké. Wat gaat hier gebeuren? Krijgen we gewoon een onderwaterbaas? Oh, dit is super tof. Deze baas is echt vet. Bloop, bloop, gulp, gulp. Oeh, food. Oké, hij denkt dat we eten zijn, jongens. De anglerfish denkt dat we eten zijn. Pak hem. Pak hem. Sla hem op zijn liggie. Op zijn liggie. Goed zo, Link. Harder. Sneller. Pak hem. Lekker. Tseflatsi. Hoe vaak moeten we hem raken? Dit gaat best wel easy. Hallo? Oh, dit ging best wel easy, maar hij krijgt nu hulp van zijn medevisjes. Kijk hem gaan, jongen. Kom dan. Bam. Bam. Nog een keer. Bam. Lekker, Link. Deze baas is super tof. Zo moeten we wel echt vaak raken, jongens. Oh, pak die andere vis. Lekker. Hij gaat ons opeten. Jammer, joh. Oh, snap. Oh, nu gaat hij even twee visjes roepen. Hallo. Ja. Bam. Op je bakkes. Dat was hem. Dat doen we gewoon even. Onder water pakken we gewoon deze gast, jongen. Natuurlijk krijgen we weer een hartje erbij. En dan gaan we nu even kijken welk instrumentje we nu vrijspelen met deze dungeon. Oh, de muziek is gelijk al wat vriendelijker, jongens. Kijk eens. We hebben een harp in deze dungeon van de grote vis. De surf harp. Yay. Nou, gaan we even weer muziekje luisteren, jongens. Nice. Dit is volgens mij al de vierde tempel die we hebben gedaan. En waar worden we nu naartoe gestuurd? Naar de bay. Oftewel, de baai. Ja, want we kunnen nu natuurlijk zwemmen. Dus we kunnen makkelijk in een baai zwemmen. Your road goes into the bay. Ja, dit is inderdaad onze vierde tempel geweest. We hebben nu vier instrumenten te pakken. En dan zijn we al aangekomen bij het einde van deze video. Doe even dat blauwe duimpje omhoog hè? En abonneer op mijn kanaal als je Nintendo tof vindt. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RayCatchU. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!